Dames en heren, jongens en meisjes, daar zijn we weer. Jawel, jawel, jawel. Vandaag hebben wij een gloednieuwe video na de desastreuze video van een paar dagen geleden. Waarin ik uit mijn iPad Nakata kreeg. Nakata. 3, 2, 1. 100 euro! Dan heb ik goed nieuws en slecht nieuws. Het slechte nieuws is Nakata. Het goede nieuws is, ik heb superveel squad battles gedaan daarvoor. En dan heb ik packs gekregen. Ik heb gewoon packs gekregen voor squad battles. Wie had dat verwacht? Oh my god. Welkom mensen bij een nieuwe pack opening. Vandaag gaan we wat packen. Namelijk, niemand minder dan, ja, het is absoluut geen borderspeler. Mensen, gisteren is de lockdown aangekondigd. Nee, dat is helemaal niet waar. Mensen, gisteren is aangekondigd dat ook alle kappers dicht moeten. Nou, ik ga eraan. Heb je nou een leuke zus die kapper is? Laat het even weten. Ze is van harte welkom in Casa del Hut. Oh, dit is echt slecht. Wauw. Nou, ik ga nog eens zoveel squad battles doen. Maar mensen, jullie hadden het uiteraard al verwacht. Vandaag gaan we spelen met niemand minder dan het ultieme Japanese team. Ja. Kijk eens aan. We hebben op dit moment Prime Nakata. Ja, Prime Nakata. En die denk je van, boeien, dat is helemaal niet bijzonder. Nou, weet je hoeveel die waard is, joh? Kijk nou. Gewoon 200k, hè? Dat is even bizar, hè? Had je niet verwacht, hè? Hartstikke deetje. En in stats ook, hè? Niet normaal. Wereld. Nou, ik ga even een kaartje op hem zetten. Gebruiksitems. Speel. Hatsalala. Dan hebben we Kubo op rechtsbuiten. Dus ik heb hier gewoon die hele league NPC voor gedaan voor die Kubo. Dit is ongelooflijk. Maar kijk eens even. 7 wedstrijden, 7 goals, 4 assists. Nou, nu jij weer. En ons Nakajima. 5 wedstrijden, 6 goals, 3 assists. Dat is iets minder. Maar die Kubo is ook echt een stuk beter, moet ik zeggen. Die Kubo is echt goed, jongen. Hij is links. Nakajima is rechts. Nakata is rechts. Dit is mijn ultieme Japanese team. Ik hoop echt dat er nog een paar goede Japanese kaarten komen. Dat was ook zo'n centerback ooit. Maar ja, die heb ik uiteraard niet gehaald. Daar moet je voor mij mee levelen. Ja. In ieder geval, hoop je deze video leuk gaan vinden. Doe een duimpje omhoog. Doe een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal. Kan hier beneden. En dan win je dit ijsje. Voor de mensen die vragen, Koen, heb je lipstick op? Nee, ik had gewoon droge lippen. Dus ik heb even zo'n spul erop gesmeerd. Dit laat goed, dit. Dit ziet er goed uit. Ja. Oh, nog een spits. Oh, het is Atal. Het is Atal in de pack. Wie is die CM? Die Welshman? Wie is dat? Huh? Maar niet uit. Dit wordt een easy win. Ik kom met mijn Japanese team aan tegen dit team. Dit kan toch niet? Oh, in je elleboog. Oh, heel mijn elleboog onder. Nee, is een geintje. Ja. Ah, gewoon boef, man. Nakajima. Oh! No, hij is de bal kwijt. Doe je David Luiz? Ah, dit is niet David Luiz. Dit is Tonali. Oké, het spijt me. Dan kan ik ook niet boos worden op David Luiz. Torsby? Die heeft griep. Hey, je mag het woord niet meer zeggen, anders krijg je meteen een geel bolletje op je video. Wat betekent dat je geen geld verdient? Nou ja, als iets belangrijk is in deze tijd, is dat je een beetje centen verdient. Maar ja, ik word hartstikke skeer, want alles is afgelast. Dus mensen, als iemand nog interesse heeft in een Burberry-jas, laat even weten in de comments. Nakajima. Oh, fuck. Dan ging je al meteen bijna. Ja, we zagen het allemaal. Waarom heeft Tonali nummer 1 bij hem? Dit geeft mij echt snoen. Oh, denk ik ervan. Oh nee. Oh ja. Hier is Shukushukushukushu. Goeie redding, man. Mishubishu. Ga door. Diepe bal op Kubo. Nou, die is natuurlijk niet buiten houden. Kubo. Met de bal op Nakata. Nakata. Oh, hij is buitenspel. Oh, wat triest, jongen. Muto, jongen. Waarom zijn we buitenspel? Even serieus, come on. Dus heb ik dat ik weer precies die ene Japanees moet krijgen in mijn Prime Icon Pack. Het is echt ongelooflijk. Ja. Oh, scheidje. Hey, scheidje. Jongen. Deze gast is niet heel goed, hè. Maar ik ook niet. Dat komt mooi uit. Die Nakata is niet goed, hè. Goed tegenhouden. Hasabe, nee. Ben je er? Nee. Oh, Hasabe zit er goed tussen, zeg. Wat deed jij? Waarom paas hij hem op hem? Dit is goed. Dit is niet goed. Die Kubo, dit is niet goed. Nakata. Verhoek, Nakata. Oh, Nakata, wat een wereldgoal. Wat heerlijk. Ons Nakata. Ja, het is hem. Ja, ik dacht even. Hij lijkt niet eens. Of zag hij er zo uit? Hij lijkt niet eens op zijn plaatje. Vind ik. Vinden jullie hem lijken op zijn plaatje? Hij is kaal. Wat een goal. Oh, Nakata. Heerlijk geschoten, zeg. Verdekt geschoten. Lekker, zeg. Hij is hartstikke kaal. Hij is hartstikke mokertje kaal op zijn foto. Oshima. Dit is niet goed. Ik wist ook dat hij daar staat. Waarom paas ik hem dan? Dat heb ik zo vaak. Dan zie je gewoon dat er een tegenstander staat. En dan ga je alsnog paasen. Dan je weet van, ja, dit kan eigenlijk niet. Maar dan denk je toch van, nou, maar ik kan het wel. Nou, nee, Koen. Dat kan je niet. Oh! Kubo! Oh, jammer. Die finesse shorts met de Japanees, dat is echt key, jongen. Dat moet je echt doen. Oh, vieze snor. Jongen, niemand mag iets zeggen over mijn snor als u de snor van Ben Yedder niet vies vindt. Want die heeft echt een vieze snor. Goed. Dit is goed. Tot de paal, we zien hem daar. Kubo. Bam, op de paal. Dit kan ook. Schiet ik dit weer op de paal. Nakajima, goed. Op Kubo, de bal is niet eng. De bal is geen atoom. Dit is goed. Kubootje.
Oh, Furnace, waar ben je dan? Oh, Furnace is er alsnog. Ah, Furnace heeft gewoon de bal natuurlijk. Ja, uiteraard. Furnace pakt gewoon de bal. We staan voor bij rust tegen toch wel een best wel aardig team. Maar je ziet weer, als ik eenmaal met de Japanees speel, dan is er gewoon niks tegen te doen. Dan ben ik gewoon rustig een mannetje. Goed, Muto. Hop, Kubo. Kubo, doe maar. Verre hoek. Ah. Ja, je weet het, hè. Die financials van die Kubo zijn echt fantastico. Die wil ik graag overusen, want daar is hij weer. Kubo. Ah. Jammer. Vind ik jammer, hoor. Vind ik echt jammer. Maar jongen, die Furnace, daar word je echt niet goed van, hè. Ik krijg echt non van. Waarom neem mijn centerback mijn corner? Ah, daar staat gelukkig nu mijn centerback. Oh, wat een paas. Kubo, verre hoek. Oeh. Muto, sterk. Oshima. Oshima. Oh. Oh. Ik krijg ook gewoon de kans deze wedstrijd. Hoppa, haal hem neer. Ah, nee. Torsby, levensgevaarlijk. Atal wordt ingehaald door Matsu. Mitsubishu. Nee, Mitsubishu. Lekker. Hey, jongen, die echt die... Ja, dat was ook geen hele goede passeeractie. Nee. Yes, keepertje. Haksie, maxie. Wat lekker zeg. Dit is niet goed, hè, Koen. Dit is echt niet goed, hè. Tegenstander kan er gelukkig ook geen reet van. Dat is mooi. Kijk, dat is altijd fijn, hè. Als je dan zelf niet goed speelt, maar als je weet... Ja, die tegenstander is echt nog veel slechter. Hey, die Ferdinand... Oh. Kubo. Ik zie dat hele team van hem is slecht. Behalve die Tonali en die Ferdinand. Zit je nou in het eindexamenjaar en ben je nu geslaagd of niet geslaagd? Laat even achter in de comments. Ik ben benieuwd. Stel je voor, je hebt eindexamens nu en je hoeft niet te leren voor je eindexamen dat je geen eindexamens hebt. Dat is toch fantastisch? Nee, ja. Kubo, daar gaat hij. De dribbelkoning. Ah, stel je voor, we winnen deze pot nu door een winnende goal van Nakata. Dan is hij gewoon nu al mijn pack waard. Dan is het wel echt een big dub voor mensen. Big dub voor Nakata. Is een elfendap. Ja, it's a win. Ja. Kleine win. Ik krijg trouwens veel vragen op Instagram. Volg mij nog niet trouwens. Koen. K-O-E-N. Koen. Van Koen, wil je mijn iPad openen? Echt fucking veel vragen. Echt oprecht. Ik denk dat ik wel... Nou, als ik zeg 2 miljoen, overdrijf ik niet. Ik overdreef toch? Nee, ik overdreef niet. Ik loog gewoon. Ik denk dat er 100 zijn of zo, wel veel. Maar ik ga geen video erover maken. Want ja, als je een video wil zien van mensen die iPads openen, dan kan je gewoon naar een andere YouTuber in de rest van Nederland kijken. Want iedereen doet het. En ik niet, dus. Ah, nee. Oh, wat een goede redding. Hé, hey, scheidsie. Ja, daar komt ie. Jongens, ik ga mijn eerste vrijdag van het jaar scoren. Nee, ik kan het gewoon niet. Ik heb nog geen één vrije trap gescoord dit jaar, mensen. Is dit triest? Jazeker. Oh, daar gaat hij. Ons Kubo. Oh, gaat langs. Hey! Come on! Niet eens een kaart! Nee, dat is ook geen hele sterke vrije trap, hè, dit. Nee. Oh, nee. Het is een 90e minuut. Waarom doe ik dit? Kom er tussen. Ja. Hatsak ideetje. Gewoon een easy win met dit vol Japanese team. Het moet niet gekker worden. Kubo! Oh, dit ben een halve omhaal, maar vol tegen de keeper aan. Dat is jammer. Mensen hebben gewonnen. Ik ben echt goed. Dit is mijn jaar, jongens. Ik zweer het je. Ik heb het altijd al gezegd. Maar nu zijn we eenmaal in maart aangekomen. Nu weet ik het zeker. Dit is echt mijn jaar. Hatsak idee. Ook dik terecht gewonnen ook. Geen gezeik. Nakata, what a player. Divisie 5. Got nothing on me. Dit is mijn volgende tegenstander. Hij heeft Prime Drogba. Prime Moments Drogba. Waarom praat ik zo? Oh mijn god, mijn ballen liggen eraf. What the fuck? Even kijken of ik ze kan vinden. Ja, ik heb ze gevonden. Oké, daar zijn we weer. Ik weet niet waar dat op sloeg. Laten we even gaan zorgen dat we winnen. Ah, spik me aan het publiek. Jongens, even serieus. Wie heeft nou bedacht bij IE dat dacht van... Ah, nice, laten we bliksem toevoegen. Want het is geen bliksem. Oh nee, lasagne. Nee, niet lasagne. Nee, lasagne scoort. Wel lekker, maar niet blij mee. Ik speel gewoon met DJ Drogba op cam. Gewoon oprecht. Hey, oh, ik breng nog even Neymar er. Even, kijk, hier snap ik dus geen reet van. Ja, ik sta nu 2-0 achter, maar... Stel je voor, je speelt een potje Div Rifts in Divisie 5. Nou, dan ben je al niet heel goed. Ja, ik ga niet lief hoor. Kijk maar lekker de tering. Wat zeg je daarvan? Ja, maar dan speel je dus al zo'n potje. En dan heb je al een veel beter team, want ik speel met Silver. En jij speelt met Drogba Prime en Prime Moments. Allemaal dat soort spelers. Dan ga je ook nog eens nemen. Team of the Year, de Bruyne erin wisselen. Maar sla het op. Je wint anders nog ook wel. Come on, hè. Hier kan ik echt met mijn kop niet bij, jongen. Ik snap hier niks van. Kom, Nakajima. Nee, jongen, dat moet erin. Ah, dat moet toch hangen zijn, jongen. Oh, wat een gek. Sabi, neem mijn corner. Wil ik helemaal niet. Boom. Nou. Ze maken het gewoon goed weg, hè. Als die ballen er allebei ingaan, wat niet kan. Want ja, als er één was gehaald, had ik geen corner gehad. Maar waren ze er allebei ingehaald, gewoon 2-2 gestaan, hè. Wil je daar even over nadenken? Drogba. Ha. God. Wat een triesteling. Ik krijg gewoon een jantje. Maar het maakt niet uit, jongen. Ik blijf sterk, jongen. Mensen, heb vertrouwen in mijn comeback uit, ben. Nee, niet Neymar. Ja. Nou, gaan we nu zien welke Neymar het is. Ik lief niet. Kijk maar lekker de tering. Jongen, tot het bittere eind gaan we door. Ik wil zien welke Neymar heeft gescoord. Ik kan nog niet te zien, want die pauze heeft terug. Wat triest. Muto! Ja! Hartstikke ideetje. 4-1. De comeback is om. Nee. Oh, zou die nog afleggen ook? Ja, het is echt ongelofelijk. Het is ongelofelijk. Wat een triest figuur. Ja, ik zei het. 94 Neymar. Zeker niet een normale Neymar. Ongelofelijk. Wat triest. Tegen een Japans team. Ik herhaal, tegen een Japans team. Je speelt tegen een groepje Japanners. 5-1. Is het zo'n dag, mensen? Is het zo'n dag? Voetbal gaat gewoon niet door tot 1 juni. Dat is 3 maanden zonder voetbal. Ik word echt niet goed, hoor. Ons Kubo.
Kubo. Kubo, jawel, heerlijk. Kubootje, natuurlijk. Geen enkel probleem. 5-2, de comeback is on. Oh nee, oh nee, oh nee. Oh yes. Oh nee, ah goed man. 98 Bruyne, knap. Oh, wat knap. Ja, mensen, met 2-5 had ik er nog vertrouwen, maar 2-6 is toch wel 1-1 goaltje. Ik denk van, helaas mensen, de tweede wedstrijd mocht niet baten. Nakata overal, ah grote L. Grote L voor Nakata, grote L. Ik baal van Nakata. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je deze video leuk, doe een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Vergeet niet te abonneren. Abonneer op mijn kanaal voor meer leuke video's. Overmorgen heb ik weer een leuke nieuwe video voor jullie. Ik kan niet zeggen wat, want dat zie je overmorgen. De groeten. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was op beat, een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Zit er zelf voor op FIFA en ging onderweg en tonnen, wauw. Je ziet mijn haar en je denkt daar komt... Mensen, de mop van vandaag. Wat is Rob zijn favoriete FIFA-speler? Umtiti fuck. Doei.